Ashadu la ilaha illallah wa'adu la shirkul hu'eshadu anna muhammadan Abduhu wa Rasool. Amma baat wa'udu billahim el Shaitaan Rajim, bismillahir Rahmanir Rahim. Beste kijkers, luisteraars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Vrede zijn met u allen en de genade van de Almachtige en zijn zegeningen. Ik wil het vandaag met u hebben over verkeersveiligheid. En dan denkt u misschien, dit is een religieus programma, hoort zo'n onderwerp daarin wel thuis? Feit is dat onze religie niet slechts bestaat uit geloofsbeleidenis, bidden, vasten, aardontbelasting en bedevaart. Deze religieus inhoudelijke zaken hebben mede als doel om ons te stimuleren om als goede burgers in de maatschappij te kunnen functioneren. En een van de momenten waar we veel met anderen bezig zijn, in contact zijn zeg maar, al is het niet fysiek, dat is in het verkeer. Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers en het platform Verkeersveiligheid hebben in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie wederom de Verkeersveiligheidsmaand georganiseerd. En dat was in 2022 voor de tiende keer. En deze maand loopt vanaf medio augustus tot medio september. Een verkeersongeval laat diepe sporen na, laat vaak diepe sporen achter. Niet alleen bij het slachtoffer. Vaak ook bij de familie en bij vrienden. Sommige slachtoffers verliezen hun inkomen daardoor, ze raken misschien gehandicapt of ze komen te overlijden en hun gezin zit zonder uh, inkomen enzovoort. En dan moet worden gekeken. Wie er dan voor brood op de plank zorgt, is maar een van de vele gevolgen die zich kunnen voordoen. Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen mensen om bij verkeers. Ongevallen. Dat zijn er meer dan twee per minuut. En meer dan 90% hiervan vindt plaats in lage en middeninkomenslanden. Verkeersongevallen wereldwijd zijn de grootste doodsoorzaak van kinderen en jongeren tussen de 5 en de 29 jaar. En vanwege de ernst van verkeersongevallen en de grote negatieve invloed die dit heeft op de maatschappij, is het tegengaan hiervan opgenomen in de Sustainable Development Goals en we lezen daarin als volgt SDG doelstelling 3.6 tegen 2030 het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen wereldwijd halveren. Ik wil enkele statistieken met u doornemen. Cijfers laten zien dat in 2018 in Nederland boven de 2700 verkeersongelukken zijn geregistreerd. Waarbij alcohol in het spel was. Dus van al deze 2700 was alcohol de oorzaak. En dat zijn er gemiddeld zo'n 7 tot 8 per dag. Dat is heel veel. En dat zijn alleen de geregistreerde ongevallen. Er zijn ook heel veel andere ongevallen die niet vastgelegd worden. Dus het werkelijke aantal is veel hoger dan dit. En gemiddeld gaan er elk jaar in Nederland zo'n 75 tot 150 mensen dood. Vanwege alcoholmisbruik in het verkeer. Volgens een bepaalde website zijn de top drie oorzaken van verkeersongevallen ten eerste afgeleid worden tijdens het rijden. We weten allemaal dat mobiele telefoons heel veel mensen zijn, ondanks het niet mag, in het verkeer nog steeds met hun mobiel bezig. En dergelijke vorm van afleiding kan ervoor zorgen dat de aandacht wordt afgeleid van het verkeer, waardoor er een ongeval kan plaatsvinden. Andere afleidingen van de bestuurder die kunnen leiden tot ongevallen, kunnen zijn eten achter het stuur, make-up zetten in de spiegel kijken en dergelijke, proberen kinderen op de achterbank rustig te houden, praten met andere passagiers en iets in, het, in, in je voertuig zoeken, iets pakken of iets zoeken. Dat zijn allemaal ook zaken die ervoor kunnen zorgen dat een verkeersongevallen voorkomen vanwege. Verlies van concentratie op de weg. Een andere veel voorkomende oorzaak, we hebben het net al even over gehad, is rijden onder invloed van alcohol. Statistieken in de VS wijzen uit dat verkeersongevallen onder invloed van alcohol meer dan 10.000 levens per jaar eisen. Er zijn dus veel meer ongevallen waarbij er geen levens worden geëist, maar mensen die doodgaan als gevolg van alcoholmisbruik in het verkeer in de VS. Meer dan 10.000 per jaar. Een derde van de verkeersdoden in het jaar 2019, in de VS nog steeds, werd veroorzaakt door rijden onder invloed. En vele mensen denken: ik, maar, ik heb maar één slokje of één glaasje op. Mij zal niets overkomen. Ik weet wat ik doe. Maar de invloed van één glaasje of één slokje, dat verschilt per persoon. De ene kan er goed tegen. De andere is er gelijk knock-out van. Vandaar dat de Koran in hoofdstuk 5 vers 90 een absoluut verbod op bedwelmende middelen voorschrijft omdat er geen grens kan worden getrokken vanaf hoeveel gebruik dat gebruik schadelijk kan zijn voor de persoon of voor zijn of haar omgeving. Ook kan vermeld worden dat er in Brazilië vanaf juni 2008 een zogenaamde dry law letterlijk vertaald droge wet van kracht is die bepaalt dat chauffeurs een alcoholpromillage van 0% mogen hebben, als ze deelnemen aan het verkeer uiteraard. Een onderzoek na aanname van deze wet heeft aangetoond in verschillende Braziliaanse staten dat overlijden als gevolg van dronkenschap is afgenomen met 7 tot ongeveer 16%. Dus zeker de moeite waard om ook in Suriname en andere landen te overwegen een alcoholpromillage van 0% voor te schrijven bij deelname aan het verkeer voor de bestuurders. Een derde punt dat veel verkeersslachtoffers eist, dat is het rijden, het, het gevaarlijk rijden, te hard rijden, roekeloos rijden, noem maar op. En roekeloos rijden heeft zo'n groot potentieel om schade aan te richten dat het in diverse landen als een strafbaar feit, als een misdrijf wordt beschouwd. Een roekeloze bestuurder, daaronder wordt verstaan iemand die opzettelijk de verkeersregels en de veiligheid van anderen negeert. En ook hier denken velen, mij zal niks overkomen, ik weet wat ik doe, ik ben een ervaren rijder, ik rij al zoveel jaren, enzovoorts. Maar hebben we inderdaad alles in de hand? Als plotseling een band van je kapot schiet en je rijdt te hard. Of een tegenligger maakt een onverwachte beweging. Wat dan? Niet alles hebben wij in de hand. Het is ooit voorgekomen in Suriname dat twee personen uit één gezin zijn overleden omdat ze roekeloos hebben deelgenomen aan het verkeer, ze wilden stunten uithalen in het verkeer, over de kop gegaan en beide overleden. En ook zij zullen waarschijnlijk gedacht hebben: mij zal het niet overkomen. En toch, het is vaak ook zo dat ons ego ons partner speelt in het verkeer. Als iemand ons inhaalt en de pas afsnijdt, zijn we vaak geneigd wraak te nemen, ook proberen in te halen, pas af te snijden. En ook dergelijke zaken kunnen verkeersongevallen in de hand werken. Om te besluiten, elke motiverende versen uit de Koran, ten eerste hoofdstuk 2, vers 195, waar Allah zegt, breng jezelf niet eigenhandig tot verderf. Met andere woorden, ga niet zodanig onvoorzichtig om met zaken dat je eraan kapot zou kunnen gaan. Geldt niet alleen voor het verkeer natuurlijk, maar voor alles. Ook wat, wat betreft je gezondheid, je eetpatroon en dergelijke. Ga niet zodanig ermee om dat je eraan onderdoor zou kunnen gaan. Wees voorzichtig en verantwoordelijk bij alles wat je doet. Hoofdstuk 5 vers 32 van de Koran. Wie een persoon doodt, het is alsof hij alle mensen heeft gedood en voor wie één leven redt, het is alsof hij het leven van alle mensen heeft gered. Einde van citaat. Als we roekeloos gedrag vertonen waar niemand bij is, bijvoorbeeld klimmen in een boom of wat dan ook, kunnen we anderen geen schade berokkenen als het misgaat, alleen onszelf. Natuurlijk kunnen we voor anderen wel een overlast zijn als wij ongeluk krijgen en anderen moeten voor ons zorgen. Maar wat betreft een ongeluk krijgen, heb je alleen maar jezelf daarmee. Maar als we ons begeven op plekken waar ook medemensen betrokken zijn, zoals in het verkeer, dan zijn wij medeverantwoordelijk voor hun welzijn. Als we ons zodanig gedragen of misdragen dat onze medemensen gevaar zouden kunnen lopen en er gebeurt een ongeluk, er valt een dode, dan wordt ons door de Almachtige dat heel zwaar aangerekend. Zoals het vers wat ik net zei. Wie één persoon doodt is alsof hij alle mensen heeft gedood. Natuurlijk, als je daaraan schuldig is. En aan de andere kant, als wij ons zodanig voorzichtig gedragen dat wij daardoor ongelukken kunnen voorkomen. Als we daardoor levens kunnen redden. Dan worden we daarvoor beloond door de Almachtige. Alsof we de hele wereld, alle mensen op de wereld hebben gered. Laten deze versen. En dus behandelde statistieken voor ons een motivatie zijn om ons beter en voorzichtiger te gedragen in het verkeer. En zodoende te helpen om de statistieken voor wat betreft verkeersongevallen omlaag te helpen brengen. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum, vrede zijn met u allen.